hartstikke leuk om jou te ontmoeten, maar met wie praat ik nou eigenlijk? Wie ben jij? Ik ben John Elsenaar, ben de host van Aaltjes en Vriendengroep. Die is opgericht 8 jaar geleden, zo'n beetje. 8 jaar. Ik weet het, ik organiseer fietstochten voor iedereen. Ja. Het was eigenlijk bedoeld voor mensen met een lage beurs, daar was het eigenlijk voor bedoeld. Maar goed, die zie ik dus weinig. Ja. Ik heb het geprobeerd met de voedselbank om die mensen ook te baat te betrekken. Je organiseert die fietstochtjes dan voor dat vriendenclubje. En hoe vaak doe je dat? Ik fiets om de 3 weken. Om 3 weken? En dan komen er heel veel mensen op af? Ongeveer tussen de 10 tot 15 man. Elke ritje heeft 10 tot 15 man. Ja, ja. Ik hou 20 man hou ik ongeveer aan. Ja. En dan stopt het, anders wordt die groep veel te groot. Waar ga je dan allemaal naartoe rijden? Nou, hoe weet het, hier naartoe, zoals Elbeveld en zo. Den Elpo. In de buurt allemaal? Ja, allemaal in de buurt, rondom Purmerend. En hoeveel kilometer? Ongeveer 30 à 35 kilometer. Want ik moet rekening houden ook met die scootmobiels en zo, die ook mee rijden. Gaan ook scootmobiels mee? Oké. Okay. En zijn dat er veel die meegaan met scootmobiels? Tussen de 4 à 5 scootmobiels. Waar we hier ook voor zitten is omdat jij een bepaald idee hebt. Ja. Over wat je met die scootmobiels wil. Vertel eens. Ik zat een jaar lang te broeden naar een oplossing. En te kijken wat er, hoe we dat konden oplossen en zo. Op een gegeven moment dacht ik verrek. Ja, dat is het. We hebben laadpalen voor auto's. Ja. Fietsers kunnen bij wijze van spreken bij restaurants opladen, want die kunnen ook gewoon in de stopcontacten. Ik dacht, ja verrek, er is nog niks voor de scootmobiels. Die kunnen toch ook bij restaurants? Ja, maar ik weet niet hoe lang die kabeltjes zijn. Oh, oké. Want je kan niet een scootmobiel even bij een bank neerzetten van de rest. Waar je ze dan opladen dan? Nou, laten we spreken, zoals je een auto ook hebt op straat en een paal neerzetten. Zoals hier? Bij wijze van spreken. Hier een paaltje en dan met wat stopcontacten en dan kunnen ze daar een laden. En bij wijze van spreken een zonnepaneeltje erbij. Een leuk idee. Hoe kom je eraan aan het idee? Gewoon brainstormen. Ja, nou, het is wel een goed idee als ik dat zo... Ja. En hoe ga je dat nu verder aanpakken dan? Nou, ik ben al bezig met een bepaalde bedrijf. Ik heb er eentje, dat is Engie. Engie, dat is een energiebedrijf. Ja. Die heeft me bericht dat ze de doorgang brengen naar een of ander iemand die daar verstand van heeft. Oh, die gaat dat onderzoeken, wat de mogelijkheden zijn. Ja. Oh, leuk man. Ik heb ook 3 berichten gestuurd, dat weten jullie ook nog niet, naar de ministeries. Welke ministeries? Van volksgezondheid en sport. Oké. Okay. Algemene zaken en. Welke was het? Verkeer. Nee, we hebben verkeer en. Veiligheid, verkeer. Ja. Oké. Okay. En heb je al. Nee. Ze zijn druk met andere dingen. Ja. Ze zijn druk bezig met die toeslagen. Toeslagen allemaal. Ja. Er zit ook een oproep meteen aan de mensen die dat zien. Dat we die extra geld kunnen storten. Nou ja, niet extra geld. Het idee op gaan pakken en zo. Ja. En dat zij er dus maar uit gaan werken en zo. Ja. Nou, kijk, ik heb het aangegeven. Ja. Ja, ik kan verder niks doen. Je moet het wel warm houden. Ja. Okay. Nou, hartstikke leuk joh. Goed om te horen dat dat idee aanslaat. En ik wens je alle succes met het bereiken van je doelstelling. Dank je. Bedankt voor het gesprek. Oké, bedankt.